Welkom bij de Computable Awards 2020. Dit zijn de genomineerden in de categorie Tech Startup. Deze categorie is voor startende ondernemers die maximaal 5 jaar actief zijn en als hoofdactiviteit een ICT-oplossing of dienst leveren. Via een digitale beoordelingsronde heeft een gespecialiseerde start-up jury de genomineerden bepaald. Kijk mee, uw gastheer van vandaag, Computable hoofdredacteur Sander Hulsman. In deze video komen 10 genomineerden aan bod binnen de Computable Awards 2020. Ik heb 2 juryleden gevraagd om een toelichting te komen geven op de overgebleven kanshebbers in de categorie Tech Startup. Shaila Gemin en Ruud Pietersen, jullie hebben de voordracht digitaal beoordeeld, maar jullie hebben ook meegedaan aan het juryberaad dat wij hebben ingelast in de extra beoordelingsronde. Dit deden jullie allebei vanuit een eigen perspectief. Ruud, om met jou te beginnen. Jij kijkt tijdens dit extra juryberaad specifiek naar het financieel perspectief van de 20 partijen die kwamen pitchen. Een onmisbaar onderdeel voor start-ups, lijkt me. Ja, absoluut. En er gaat natuurlijk heel veel zitten in een voortraject bij start-ups. En ook moeten ze investeerders zoeken. Ja, al dat al is natuurlijk een heel complexe materie voor ze. Maar we zien zeker van een aantal start-ups dat ze daar heel goed uitgekomen zijn. En daarmee ook eigenlijk de basis hebben om verder te gaan richting een volwaardig bedrijf. We gaan naar de genomineerden binnen de Computable Awards in de categorie Tech Startup. Ruud, we beginnen bij jou. Blanco. Ja, Blanco heeft eigenlijk het hele traject van vermogensbeheer geautomatiseerd. Maar ze vergeten daar ook het menselijke aspect niet bij. En dat is eigenlijk een hele goede punt. Hè. Het is weliswaar tech-startups, maar ook nog naar de menselijke kant kijken. Ja, het hele traject automatiseren en mensen daarin bijstaan, dat is absoluut een goede pitch voor een tech-startup. Ruud, we zitten er lekker in. Pak je ook de tweede genomineerde in deze categorie, dat is blokheating. Blokheating die zorgt ervoor dat warmte dat in een datacenter wordt gegenereerd eigenlijk naar een kas kan worden gedaan. Het concept is niet helemaal nieuw, want de gemeente Haarlem begint ook al zo'n project in die richting. Maar het concept is natuurlijk fantastisch om te kijken hoe we verder en beter met energie om kunnen gaan. Dan gaan we naar de derde genomineerde in deze categorie. We gaan richting AI. Shaila, we hebben het over Brain Creators. Ja, Brain Creators, opgericht in 2016. Ambassadeurs van AI en ML, machine learning. Wat zij daarin gedaan hebben is een academy oprichten, waarbij mensen dus kunnen leren om kansen te spotten die kunnen worden ingevuld met AI en ML. Doen ze zelf ook in manufacturing en real estate. Doen ze heel erg goed en absoluut ambassadeurs van AI en ML. We gaan naar de vierde genomineerde, Shaila. Circular Reads. Ja, Circular Reads. Echt een bedrijf wat een passie heeft voor duurzaamheid. Dat hebben ze heel mooi ingevuld, ook met een communicatieplatform en een standaard rondom het inzichtelijk maken van de value chain. Ze komen uit de plastic en de textielproducenten. En ja, nogmaals, duurzaamheid is voor hen echt key. Ja, een mooie MVO-ambitie in ieder Absoluut, geval. Absoluut, ja. De vijfde genomineerde, Ruud, is CodeSkills. Ja, onderwijs is in Nederland al jaren eigenlijk op dezelfde manier gaande. Hè. Er staat een leraar voor de klas. Maar zeker in deze periode ga je steeds meer zien dat we dat digitaal moeten doen. En dat hebben we met COVID eigenlijk al gezien. En CodeSkills die heeft eigenlijk een leermethode daarop bedacht. En die gaat nu de markt hierin duidelijk veranderen en de manier hoe we kinderen les krijgen. Halverwege, de volgende genomineerde is Dutch Analytics. Ja, Dutch Analytics, ook AI. Waar zij zich op richten is ervoor zorgen dat AI volledig gebruikt kan worden. Er staan al een aantal grote partijen achter, hè? BAM en een aantal venture capitalists. En wat zij willen is het gebruik van AI zo volledig mogelijk integreren in bestaande processen. Dan gaan we door naar een onbekende en toch ook eigenlijk wel een bekende, want we hebben het over Freedom Internet. Ja, Freedom Internet. Nou, we weten allemaal dat Access for All is niet meer. Hè? Dat is door KPN is daar de stekker uitgetrokken. Freedom Internet wil dat gat invullen en wil eigenlijk ervoor zorgen dat er een soort internet komt waar veiligheid, kwaliteit en integriteit de basis is. En daar hebben ze heel veel bijval van. Dus vandaar ook genomineerd. De 8e genomineerde is Locked. Ja, Locked, wie wil er eigenlijk niet zonder sleutels thuiskomen? Locked heeft daar een product voor ontwikkeld. Waarbij je eigenlijk met technologie en met je telefoon, maar je kan het ook gewoon op een traditionele manier nog gebruiken, je huis binnen kan komen. En dat opent zoveel mogelijkheden voor thuiszorg, ook voor kinderen die naar school gaan. Dus we zijn af van de sleutel onder de deur, Matt, daar zijn we vanaf. We zijn nu eigenlijk meer in het digitale stuk verder. Shaila, jouw laatste in deze categorie is
SurePay. SurePay, ja. Een zelfstandig onderdeel van Rabobank tegenwoordig. Zij zijn de uitvinder van de IBAN Namecheck. Eigenlijk onmisbaar tegenwoordig. Er is nu ook belangstelling vanuit de Verenigd Koninkrijk om dezelfde dienstverlening over te nemen. Zeker in het tijdperk van KYC en Know Your Customer, maar ook zeker anti-money laundering is het absoluut een hele goede in deze categorie. De laatste genomineerde in deze categorie is WidgetBrain. Ja, WidgetBrain heeft zich geconcentreerd op digitale roosters maken. Organisaties hebben daar ook problemen mee. Zie je dat in de vakantieperiodes, zie je dat nu met COVID. Dus het goed inzetten van mensen is nu eigenlijk wat makkelijker geworden door het gebruik maken van WidgetBrain tooling. Shaila en Ruud, dank jullie wel voor de toelichting in de categorie Tech Startup. Het is nog steeds mogelijk om op deze genomineerden en alle andere genomineerden binnen de Computable Awards 2020 te stemmen. Dit kan tot en met zondag 1 november 2020. Vervolgens zullen wij op 24 november de winnaars bekend gaan maken. Dit doen wij in het Scala Theater bij Jaarbeurs in Utrecht, waar wij zo'n 650 mensen coronaproof kunnen gaan ontvangen. Dank u wel voor het kijken en graag tot ziens in een andere video.